geniet ook van de aanwezigheid hier in deze lokhal. Want deze lokhal staat eigenlijk, wat daar eigenlijk de missie van is, is het bevorderen van leven lang ontwikkelen. Dit is een hal waar de meest laagdrempelige situatie is om kennis te kunnen vergaren en te kunnen leren. Ik ben heel blij dat Tilburg zich nu ontpopt als de stad voor leven lang ontwikkelen. Dat is een betere propositie dan alleen maar die van de logistiek. Want straks hebben we weer andere activiteiten. En je kan beter de stad van de ontwikkeling zijn dan de stad van iets wat weer onvermijdelijk een keertje verdwijnt. Nou, dat is even de inleiding. Waar ik op in wil spelen is natuurlijk, we zien wat die krapte doet. Dat is duidelijk, hè? De krapte die belemmert de groei in bedrijven. Je kan niet zoveel producten maken of diensten leveren als je zou willen. Want je hebt te weinig mensen. Nou, dat weten we. We weten dat er zelfs bedrijven failliet gaan, zeg maar, doordat ze orders niet kunnen leveren of te laat zijn en dat soort zaken. Maar mijn punt is dit nu een soort natuurverschijnsel? Nou, er zijn mensen die zeggen, ja, dat heeft te maken met de vergrijzing. Zeker, dat is een effect. Maar tegelijkertijd, mensen blijven ook langer leven en langer werken. Dus er is geen absolute krapte. We hebben op dit moment nog een onbenut arbeidspotentieel van 1,2 miljoen mensen. Dus de stelling is veel meer dat wij te weinig zuinig zijn op mensen en het menselijk kapitaal. Want in feite is het heel simpel. Er is een enorme win-win. Bedrijven hebben mensen nodig nog steeds en ook robots, maar ook mensen voorlopig om zich te kunnen ontwikkelen wat betreft hun innovatie en hun marktpositie. Daar heb je mensen voor nodig. De juiste mensen met de juiste vaardigheden. Maar die vaardigheden die veranderen. Mensen moeten zich kunnen blijven ontwikkelen om te kunnen blijven werken en inkomen te vergaren. Dus in feite is het ontwikkelen aan de ene kant hangt af van het ontwikkelen aan de andere kant. Dus tot dat punt is er in principe geen probleem. En de absolute krapte, nogmaals, die is er niet. Maar als je nu kijkt naar die groei van mensen die nodig is voor de groei van bedrijven, dan hebben we daar gewoon een aantal problemen. En die zijn in hoge mate, en in dat opzicht is dit het stokje overnemen van Bas, die zijn zeker institutioneel. Dan gaan we eerst even naar de groep van Peter Nodanus. Dat zijn de mensen die niet werken, die 1,2 miljoen mensen. Wat doen we met die mensen wat betreft hun ontwikkeling? Niks. En waarom niet? Dat is heel vreemd. Nederland wijkt daar enorm af van landen die op ons lijken. Duitsland, België, Engeland. Onze filosofie is, mensen die werkloos zijn moeten zo snel mogelijk terug naar de arbeidsmarkt en punt. Want als we het niet doen, dan gaat hun menselijk kapitaal achteruit. Dat is de work first benadering. Die is al lang overal uit, omdat in de huidige dynamische arbeidsmarkt, door alle veranderingen in technologie, moet je mensen helpen updaten. Als ze dat niet doen, gaan ze wel terug, maar ze komen letterlijk nog een keer terug, namelijk weer naar die uitkering. Dus die investering, als je die cijfers ziet vergeleken met Duitsland, Duitsland is steeds meer gaan investeren in mensen die niet werken en wij steeds minder. Daar zijn we dus echt heel opvallend. Het punt is, en ik probeer bij elk probleem ook een goed voorbeeld te geven van wel het hoe kan, van hoe het wel kan. Bij dat niet investeren, daar is een hele mooie uitzondering en dat is de best practice. Ik mag dat eigenlijk nog niet vertellen, want die cijfers zijn nog niet uit, maar dat is Philips. En Philips heeft al sinds 1982 een werkgelegenheidsplan. Wat doet Philips? Mensen aannemen voor 1, 2 jaar, investeren in werkervaring, opleiding en ze doorsluizen naar andere bedrijven. We hebben dus onderzocht, als je deze mensen vergelijkt met een groep die helemaal lijkt op dezelfde mensen, maar niet onder het Philips werkgelegenheidsplan vielen, dan zie je over 10 jaar tijd, zo lang hebben we gemeten, een enorm verschil. De mensen die blijven veel meer aan het werk en hebben ook betere banen. Dus investeren in mensen loont, ook in deze groep. Dus we kunnen moeilijk roepen, het is te krap als er 1,2 miljoen mensen ongeüpdate thuis zitten. Dat is één. Waar zich dit ook in vertaalt, is in een ander heel belangrijk feit. Als je kijkt naar een specifieke groep, mensen met een beperking. Er is geen enkel land wat zo'n hoge gemiddelde arbeidsparticipatie heeft en zo'n verschil met mensen met een beperking. Daar is Nederland heeft het grootste verschil tussen die gemiddelde arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. En ook dat heeft alles te maken met investeren. Nou, dat is de groep die niet werkt. Dan gaan we kijken naar de mensen die wel werken. En dat zei Bas ook al. Ja, Nederland is kampioen flexschil bouwen. Dat is op zich niet erg. Maar ook kampioen flexschil bouwen zonder bijbehorende zekerheden en toegang tot scholing. Want het is juist deze groep die het minste toegang heeft tot scholing. Aantoonbaar. 36% van de mensen is flexwerker of zzp'er in Nederland. Maar de instituties kennen deze mensen niet. Dus dat betekent dat
In die flexmarkt is de ontwikkeling zeer flexibel, maar op een laagwaardige manier. Wat een enorm risico is voor de productiviteit van Nederland. Want wij willen wel flexibel zijn, maar als we dat laag productief worden, moeten we veel meer uren maken dan ons lief is. Dat is een ander punt. De mensen die wel werken, hè, we hebben dus de flexmensen, maar we hebben ook een hele grote groep mensen in deeltijd. Dat is natuurlijk, hè, dat weten we allemaal. Dat vinden we op zich ook heel normaal. Dat is niet normaal in het buitenland. Deze mensen zouden volgens McKinsey, als die 5 uur meer werken, een heel stuk van de krapte oplossen. Maar dat gebeurt niet. Dat heeft te maken met voorkeuren, met traditie, met de hele langzame arbeidsparticipatie, emancipatie van vrouwen. Maar het punt is, ook mensen in deeltijd investeren minder in scholing. Wat ook logisch is, omdat deeltijd werken betekent ook deeltijd scholen. Het andere effect is dat door de verbreiding van deeltijdwerk, wij hebben daarmee het minst de kleinste groep vrouwen die economisch zelfstandig zijn van heel Europa. Dus het is ook een vreemd model dat je heel veel mensen werken, maar een groot deel van de mensen werkt zo weinig, heeft navenant ook minder scholing, maar is dus niet economisch zelfstandig. Ik vertel dat laatst in Portugal en Portugese vrouwen kwamen naar me toe en die zeiden, wat erg bij jullie, hè? Wat een drama. En hebben jullie dan geen echtscheidingen? Gebeurt dat niet in Nederland? Ze nou, dat ook weer wel. Dus dat zijn culturele en institutionele factoren die een enorme rol spelen. Dan ga ik even naar de mensen die wel werken, bijvoorbeeld bij Jumbo. De kunst daar is te zorgen dat mensen niet alleen maar blijven leren voor het werk dat ze al doen. En dat is ook nog steeds een probleem in Nederland. Bedrijven willen niet investeren in de overgang naar ander werk. Want als je dat doet bij een persoon die bij je werkt en hij gaat weg, ja, dan ben je die investering kwijt. Maar de sector waar je nog naartoe komt, ja, die kent je nog niet. En die is eigenlijk nog aan het wachten van wie komt er. Dus daar zit dat probleem, hebben we al 20 jaar, daar zit wat beweging in. En dan komen we ook even weer bij wat goed nieuwsvoorbeelden. Je ziet nu dat sectoren zich naar regio's keren en zeggen, wij zouden samen wat kunnen doen voor die intersectorale mobiliteit. Wat ook een positief voorbeeld is, vind ik, dat als het gaat over de mensen die niet werken, dat we nu met de gemeente Eindhoven een Passport for Work project starten. We hebben 6 miljoen voor gehad met z'n allen, om inzichtelijk te maken wat de mensen kunnen die niet werken. Want we weten van die mensen niks. We weten helemaal niet wat ze kunnen, laat staan wat ze kunnen. Dus de arbeidsmarkt transparanter maken en zorgen dat mensen makkelijker in aanmerking kunnen komen voor een stap waarvan je denkt, kun jij dat dan doen? Past dat? Dat is een logische manier om verder te gaan. Nou, en dan is het natuurlijk het punt, als je dan kijkt naar dat, ik ben het eens, in dat nieuw sociaal contract, wat misschien heel algemeen klinkt, daar is dat leren is cruciaal. Dus het faciliteren van leren en blijven leren en ontwikkelen is absoluut een cruciale voorwaarde om in zo'n contract mee te kunnen. En het grote punt is denk ik nu, wanneer komt die omslag en wat moeten we doen? Zeker, competentiepaspoorten moeten we hebben. We hebben ook nodig betere arbeidsmarkt intelligence. We kunnen best meer nog doen om te kijken waar gaat het heen en hoe kunnen mensen en bedrijven daar op inspelen. Dat doen we ook met mensen van ons, met TU Eindhoven. Ik zeg altijd, als je via social media je levenspartner kan vinden waar je 30 jaar bij blijft, waarom kan je dan niet via de data science ook een baan vinden? Dat kan al wel een heel stuk beter. En dat sociaal contract, en dat vind ik ook denk ik heel fijn, dat we dat vorig jaar in Geldrop, in het kasteeloverleg van Brainport Network, waar Brabant, Limburg en 6 arbeidsmarktregio's Brabant en Limburg in participeren, daar hebben we denk ik toch wel geprobeerd, in ieder geval op papier staat daar al de commitment voor een nieuw deal voor de arbeidsmarkt. En dat hebben we bereikt. Daar hebben we allemaal voor getekend, alle voorzitters van de Triple Helix, de burgemeesters, commissarissen en met z'n allen. Dat stemt mij dus positief. Want we weten dat die nieuw deal in hoge mate draait om die toegang tot scholing, het weten wat te doen, wanneer te doen, welke richting in. En dan kan je dus wel aansluiten bij die win-win van bedrijven hebben mensen nodig om hun marktpositie te handhaven en te ontwikkelen. Mensen moeten kunnen ontwikkelen om te zorgen dat ze werk en inkomen houden.
Dus de kunst is nu met name, nu we dat hebben neergezet, om dat ook echt te doen en daar invulling aan te geven. En daar ben ik dus niet pessimistisch over. Maar dat betekent ook dat wij zelf nu nieuwe instituties maken. Wij gaan regionale scholings- en investeringsfondsen ontwikkelen, waar iedereen, los van het type arbeidscontract, op zich toe kan wenden als het nodig is. Want alleen op die manier kan je universele systemen maken. Je kunt dat niet doen binnen alleen maar cao's. Je kunt dat ook niet doen alleen maar met arbeidsvoorwaardenpotjes binnen bedrijven. Dus die regionale scholings- en investeringsfondsen zijn een enorm belangrijk onderdeel om zo'n nieuw deal van die op de arbeidsmarkt ook tot stand te brengen. Maar de conclusie is, die krapte is niet een natuurverschijnsel. Dus alle mensen die nu zuchten van het is krap. Nou ja, 8 jaar geleden was het helemaal niet krap. Toen hadden we gewoon veel te veel mensen voor de banen die er waren. Maar we hebben dit zelf in de hand. En dan kom ik ook weer terug bij jou, Bas. Al die grote factoren, markten, technologie, vergrijzing, migratie, die zijn ambivalent. Die kunnen de ene kant in wegen en de andere kant. En dat is het grote punt. En ik had gisteren ook zo'n soort diner als dit. En daar had ik toch wel, toen ik daar vanaf kwam, en heb ik ook nog gezegd voordat ik wegging, we laten het op dit moment met z'n allen lopen. Dus als we dat zo doen, dan we weten dat vanaf de jaren 90 al de werkende armen stijgen, dan hebben we bedrijven met grote problemen en mensen met grote problemen. En wij zijn, denk ik, met z'n allen de beslissers, ook hier nu in die lokhal, die is symbolisch staat voor leven lang ontwikkelen, die dat kunnen keren. Je moet er niet eerst gaan wachten tot er een nieuwe wet komt, want die wet is niet ideaal, want die wet wordt niet meer met sociale partners afgesloten, want die kunnen met het kabinet ook geen kant uit. Dus je zult die nieuwe instituties hier moeten uitvinden. Nou, ik zie al dat er wat wijn komt, dat helpt denk ik, maar laten we dan die instituties zo snel mogelijk verder doorontwikkelen, om te zorgen dat mensen kunnen groeien en bedrijven kunnen groeien. Dankjewel.